Hey mensen van Macked Up Games en welkom bij een nieuwe Watch Dogs. De vorige keer hebben wij hier achter deze C2S toren gehackt met allemaal leuke grote antennes. Wij hebben toen een telefoontje gekregen van Jedediah's Bar of zoiets. In ieder geval, dat is hier. Zoek naar Ray Kenny in de bar van Jed. Nou, en aangezien hij zo alles over de telefoon mooi hardop vertelde waar hij was en van wie de bar was en daar weet ik voor allemaal wat, kunnen wij hem makkelijk vinden. Dus dat is altijd handig. Dat is altijd handig, hè? Dus gaan we met deze motor. Want ik wil zeggen, pakken we deze motor. Maar ik zit al op de motor. Ik ben er zelfs al bijna. Oh, ik ben er links. Een beetje laggy. Maar dat is altijd als ik aan het rijden ben. Daar kan ik gewoon niks tegen doen. Want zodra ik hier weer afstap, is er niks aan de hand. Hier zo nu niks aan de hand. Dat is zo'n bullshit, maar je kan er niks tegen doen. Deze bar. Oh, wat wou je? Wou je ruzie zoeken? Wou je ruzie hebben, hè? Nou, dat kan je vinden hoor, ruzie. Als jullie ruzie willen, dan moet je het er maar zeggen, joh. Dan moet je het zeggen, joh. Als je ruzie wil, dan moet je het zeggen dan. Dan moet je het zeggen dan. Ja, vuile, vieze, vuile. Wie ben jij? Caleb Tro... Oh. Laat maar. Ze zoeken geen ruzie. Dan zoek ik ook geen ruzie met hem. Dan gaan we gewoon niet lekker naar binnen. Oh, het is bij die beer! Oh, hallo beer. Ik wil hem een knuffel geven. Beer, kom eens hier. Geef me eens een knuffel. Geef me eens een knuffel, jij goeie rakker. Oké, hier, dit is het. Jedediah's Bar. Daar moeten we naar binnen. Goedemiddag. Daar. What the fuck? Wow. Dat is zo van Raymond. Zo klein. Och, hoe heet die ook weer? Dat is fucking cool. Lol. Holy shit, dat is fucking cool. Oh my god, ik wil even achter die bar. Oh, nee, ik wil achter die bar. Oh, hi. Hey, dat ben jij denk ik. Maar dat zit achter je. Hij is Ray Kenny, dat weet ik. Want hem ken ik van een aantal DLC's. Zat hij op de voorkant, dus ik dacht wel dat hij het was. Hij heeft een fucking piercing door zijn neus. Hij ziet er wel vet uit. Ik denk dat mensen dat hij Ray Kenny is. Pay the man. $100. Cash. Zo, Jesus. Yeah. I'm not really a cash kind of guy. Oh, hey. This is going on your tab. Zo. So. Waarom is de hele wereld achter jou aan? What do you know about Raymond Kenny? Je zit er tegenover, vriend. Toch? Of is hij dat niet? Als hij Raymond Kenny niet is. They aren't very social, are you? Don't want no trouble, T-Bone. Never mind him. He's all kinds of cranky. No appreciation for artists. Artists of my arse. Drink. Okay. Never mind the bartender. He's an all right Joe. Deep down. Really deep down. Wacht even. Oh, what the fuck? There you go. See? You found your group. Oh, die. The fuck is dit? Geef me vooral geen uitleg. Laat me gewoon meteen erin gooien, joh. Zo. Tada. Dit is wel een grappige game, maar waar het op slaat geen flauw idee. Dit is het drankspelletje wat ik toen ook een paar afleveringen geleden kon doen, maar niet beschikbaar was. Omdat ik het hier pas ga leren, dacht ik. Maar... Oké. De sterpentine? What the fuck? Ja, schenk nog maar bij, joh. Tuurlijk. Proost, jongen.
Oké. Oh. X? Oh, X, X, X. Easy. Nou, waarom blijven we dit doen? We gaan gewoon door. We gaan gewoon door dat ik helemaal stom dronken ben. Oh, toch niet. Raymond Kenny. Oh, wow, hallo! T-Bone heet hij. Is het niet Raymond Kenny dan? Of is dat een schuilnaam? Nou zeg. Oh hallo. Ik denk dat T-Bone wat beter kan vechten dan mij. Ik pak je neuspiercing dadelijk, hè? Ja, ik ben iets beter met een stok. Hij is Ray. Hij is zelf Ray en dat wil hij niet dat mensen dat horen. Dat is hem. Nou, snel. Ik kon trouwens tijdens de game niet echt de dialoog volgen. Dus daarom. Misschien is daarin iets gezegd wat dus belangrijk is, maar. Holy shit. Fancy broekje heb jij hoor. Oh fuck, wat ga jij doen? What you doing? Oh Jezus. Puts me on the goddamn map. I have some information. Well, ain't you special? Problem is, I can't decrypt it, so I came to the source. Shit. Then you have put me on the goddamn map. We've been careful. We? Better give me a reason. Because that isn't making us the best of friends. Ooh. We zijn op het nieuws. Someone ordered a hit on me. Wacht even, stond er trouwens mijn echte naam ook? Cost my niece her life. Whatever's in those files will lead me to them. Als er mijn echte naam staat, dan ben ik fucked. I'm gonna find him with it without you. With you'd be a hell of a lot easier. Een nietje, buddy. Bye, buddy. Ja, er staat echt letterlijk Aiden Pierce. Och. You think I'm in this dust bowl because of the ambiance? Denk ik niet. Ever since them bastards terminated me, I've been trying to find a way back in. All I need is someone to drop some spyware inside their network. Hmm. If it were that easy, you would have done it a long time ago. Hey, if it was fucking hard, I would have done it a long time ago. It's impossible for me to get at the perimeter without setting their damn alarms off. The place has my biometric profile. I got feelings in my head that sing to their security team direct. En dat kan ik denken voor je doen. But afterwards, you're gonna come with me to Chicago. Ja. Well, where am I now? Ja, als ik dat voor jou doe, dan wel. Komt wel goed uit dat hij dus eigenlijk ook meteen iets nodig had. Want ik had toen ik kwam nog niks. Als hij dit niet verteld had, had ik niks. Hi, ik moet jou volgen. Nice place. You got a real eye for art. That there is a booby trap. Ooh. If you can't recognize one, then you ain't paranoid enough, friend. Okay. I have quite a few. And well, if you found me. Then it's only a matter of time before others will too, so let's get started. Listen, I'm running on a limited time here. Faster we can get this out of the way. I don't think you understand your own conundrum, my friend. Chicago is running on software designed to find people. Mm. I know how the CTOS thinks, because I'm her deadbeat daddy. And she's okay. Carrying my picture in her back pocket. Now, unless you can clear my biometrics from the system, I am useless to you in Chicago. Alright. As far as my art, as you call it, if you fuck things up for me, I need to be ready for the fallout. Huh? Here, let me show you. Alright. Laat maar zien.
Laat ik zien dan. Oh. Nou, dat heb je mooi laten zien. Ready? Oh. Heads up. Olé. Oh, lolo. Holy crap, salade. Ik dacht dat hij achter mij ook nog space, maar dat is dik. You feel that ground shake? Nou, ik niet, maar wauw. Give it a go. Hey. Ain't that something? Hey, if you blow your arm off, I'll sculpt you a new one. Your confidence is encouraging. Oh, I'm sorry. Am I here to boost your morale? Go team, go. I think you misunderstand our relationship. I see an opportunity. You can help me, I can help you. I think you're missing the point. I found a sad drunk at Jed's bar, toasting his glory days in private. I'm not an opportunity. I'm your second chance. Well, hell. I think I like you. But Yay. It don't make us friends. Aww. First thing I'm gonna need is some of Bloom's hardware. I've been out of the loop for a while. I need to figure out how their scanners work. You want me to Nu geweer. Mijn geweer. Somebody else already stole the hardware. Inside job. Well, that stuff's big on the black market. I've scouted these guys. Let's just say they're big fans of the Second Amendment. Take one of my rifles. You're gonna need it. Ah, the epic. Switch on the gas station for me, will you? I got the Pawnee militia holding what's mine. So I need you to go in and grab me my truck. Oké. Doe me. Stil zijn wagen staat er ook echt. Cool. Gaan we doen. Als ik erachter ben gekomen hoe ik eruit kom, dat is niet via deze kant. Ik moet die kant namelijk op. Oké, we gaan die auto stelen. Gaan we doen. Op deze brommer, motor. Gaat lekker, hè? Wat is dit? Wat is dit? Hallo? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ik kom hier fucking een lijk tegen. What the hell? Oké. Jee. Blije gedachtes, Michael. Blije gedachtes. Dat was niets. What the Dat is zo gewoon echt wat... Oké. Wij gaan gewoon hierheen. Maar crossmotor aan crossen. We vergeten helemaal dat we dat zijn tegengekomen, jongens. We vergeten even helemaal dat we dat zijn tegengekomen. Ik moet hier namelijk naar links. Stomme boom. Struik. Plant. Kan niet fout zijn met plant. Boom en struik kan altijd nog fout zijn. En dat is best 7 FPS. Oh, joepie. Ik denk dat ik trouwens beter inderdaad de andere kant op kan. Mijn stem die begint er ondertussen ook mee uit te scheiden. Laten we eens even kijken. Wat we hier hebben. Hallo, dikke lekstoot. Jesus fucking Christ. Ik ga even die kant op. Want ik moet hem zien namelijk. Kun jij niet over de hele fucking straat roepen dat ik een geweer heb? Dat zou ik wel zo prettig vinden. Want anders gaan mensen namelijk op mij schieten. Ik denk niet dat het ding stil is. Dus zodra ik begin te schieten is, denk ik homo's. Oh. What the fuck? Ja, zij zijn allemaal ook op alert. Fijn joh! Eikel!
Hoezo zag hij mij? Waarom zag hij mij? Waarom? Ik moet dit stil doen en dan gaat er zo van... Lex, stop! Ik ben die Lex zo beu, jongens. Ik ben die Lex zo beu. Dit slaat nergens op. Het ene moment loopt mijn spel op 30 fps. No problems, whatsoever. Het andere moment is het fucking... Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. Oh god! Ik wou dat je schelde! Waarom schuil je? Schuil je niet? Ik word hier schil van, joh. Echt waar, jongens, we gaan het de volgende keer oppakken. Ik word hier helemaal krankjoren van. Ik ga iemand in zijn kont deuken nog zo dadelijk van kwaadheid. Ik ga jullie in ieder geval wel bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ik ga heel gauw terug voordat mensen mij zien. Vonden jullie dit nou toch nog een leuke aflevering? Druk daarvoor een duimpje omhoog. Abonneer, laat een leuke reactie achter hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe Watch Dogs. Tot de volgende keer wanneer we die partners gaan uitschakelen. Later! Doei! Als ik er gewoon ook heen kan varen, hè? Dan gaan we toch met een rotgang die kant op, man! Van onderen! Oh, pas op! Ik weet niet waar de rem zit! Oh! Ik had echt gehoopt dat ik keihard zou gaan vliegen, maar dit is best een fout.